is natuurlijk een landelijk iets dat de koopavond minder druk bezocht wordt dan vroeger. En ja, als je niks doet, dan zal het langzaamaan misschien doodbloeden. Je kunt echt merken dat de klantenaantallen minder zijn, doordat klanten niet goed weten waar ze aan toe zijn. En nu zijn jullie als een groepje ondernemers opgestapt om daar wat aan te doen. Wat willen jullie precies veranderen? Je merkt dat er heel veel verschillende openingstijden zijn hier in de binnenstad. Dat varieert van 6 tot 9 uur. En we willen eigenlijk graag dat alle ondernemers tot 8 uur hun winkel open hebben. Op die avond willen we ook graag activiteiten organiseren in de zomerperiode. We willen in de zomer meer aandacht besteden. Dan heb je sowieso wat meer beweging. Omdat de mensen natuurlijk het langer licht. Mensen blijven langer op straat. En dan, het is gewoon aangenamer om dan buiten te zijn. En ook 's avonds. Maar we willen door wat extra's de mensen nog langer in het centrum houden. En ook nieuwe mensen stimuleren om naar het centrum te komen. Is bijvoorbeeld een koopzondag dan niet een beter idee dan een koopavond? Daar zijn een aantal ondernemers al wel mee begonnen. Op de culturele zondag, de eerste zondag van de maand. En dan zijn er een aantal ondernemers open. Nog niet iedereen, maar wellicht gaat dat nog komen. De koopzondag is niet vaak de oplossing. Dat is de oorzaak dat vrijdagavond minder en de donderdagavond minder bezocht wordt. Dan kun je natuurlijk zeggen van, als je je omzet wil halen en je wil je klanten bedienen, wees dan zondags open. Maar in Doesburg heb je heel veel zelfstandige winkeliers, ondernemers die eenmanszaken zijn, die met 1 of 2 man personeel er staan of zonder personeel. Als die zondags open zijn, dan werken ze 7 dagen per week. En dat is gewoon niet goed. Wanneer moet dit echt werkzaam zijn, dit plan? Het streven is om de vrijdag voor moederdag, dat is 12 mei, om dat dan in te laten gaan. Dus ook voor die tijd aan te kondigen dat we dan actief worden.